Goedenavond iedereen, welkom bij Illik Held of goedemorgen, goedemiddag. Hangt er helemaal vanaf wanneer jij naar deze video kijkt. Vandaag zijn we niet op zolder, we zijn vandaag in de badkamer. Want ik ga jullie meenemen bij mijn avondroutine, zoals we dat elke avond doen. Voornamelijk mijn gezicht wassen en mijn gezichtverzorging. We gaan beginnen met onze CMOS masker. Die gaan we een uur lang opdoen, maar als eerste beginnen we met onze gezicht te wassen. Na een lange dag werken is het belangrijk om voordat je gaat slapen je gezicht gewoon schoon te maken en te zorgen dat alle viezigheid er vanaf is. Ik hoop dat jullie een hele leuke week achter de rug hebben. Ik laat het water eventjes wat warm worden. Want als je gezicht gaat reinigen, wil je dat je je poriën open maakt, zodat alles wat je erin wilt stoppen, dat het ook daadwerkelijk opgenomen wordt. Ja, dat is wel lekker warm. Dus tip is onze gezicht nat maken en spoelen. Nou bedenk ik me, oh jee, het haar heeft een eigen leven. Nou bedenk ik me dat ik vergeten ben mijn handdoekje hier te hebben. Die heb ik namelijk zojuist in de wasmand gedaan. Maar dat geeft niet. We gaan het doen. Het wassen en het reinigen van mijn gezicht begint altijd met onze SKN. Het logo is bij mijn flesje niet meer te zien. Omdat ik hem dagelijks gebruik en ook onder de douche. Maar dit is onze Tea Tree Facial Cleanser. Even schudden, je hebt niet heel veel nodig. Ik laat het even zien. Een paar druppels. That's it. Meer heb je niet nodig. Even insmeren. En zoals je ziet ontstaat er een goedje. Dan gaan we wassen. Ik kijk in die spiegel. Dus niet dat je denkt, waarom kijk ze die kant op? Het is zodat ik mezelf kan zien in de spiegel. Wat we geleerd hebben van onze SKN-expert, meneer Rochard Terry, is dat je je gezicht eigenlijk in de richting wilt schoonmaken, anti-rimpel richting. Dus de rimpels, die gaan zo, hier, en je moet het juist de andere kant op schoonmaken, om te zorgen dat je op die manier geen rimpeltjes krijgt. Dus niet naar boven toe of naar beneden toe. Een contra. Om te zorgen dat je geen extra rimpels krijgt. Het fijne van deze Tea Tree Cleanser is dat er geactiveerde houtskool in zit. En met die geactiveerde houtskool blijft de zeep actief. Nek niet vergeten. We gaan het vandaag over onze CMOS masker hebben. Ik neem nog eventjes één druppeltje erbij. We gaan het vandaag over onze CMOS masker hebben. Wat voor geweldige voordelen dat heeft voor je huid zelf. CMOS is uitstekend voor inwendig, maar ook heel erg goed voor uitwendig. Dus het is heel belangrijk om CMOS in te nemen. Vooral. Maar CMOS werkt ook heel goed op de huid zelf rechtstreeks. Vandaar dat ik wekelijks mijn CMOS masker doe. Deze week neem ik jullie mee in mijn avondritme. Nou, schoon genoeg. Gaan we het afspoelen. Ik ben onlangs de ruzie gehad met een puisje die hier was. En hij was veel donkerder. Echt super donker was hij geworden. Maar door mijn CMOS masker ben ik de strijd aan het winnen. Colors. Het wordt lichter. Veel lichter. Ik zal een foto toevoegen. Waarschijnlijk. Van before en after. Ik moet even kijken of ik een before foto heb. In ieder geval een foto after. Gaan we even spoelen.
Dit is het moment waarbij ik mijn handdoek vergeten ben. Maar ik heb altijd wipes in de badkamer. En daarmee kan ik mijn gezicht ook deppen. We willen altijd deppen. Oké, en dan is het tijd voor onze Seamus masker. Yes, waarom Seamus masker op dit moment? Persoonlijk, dit is mijn persoonlijke huisvoorraad van onze Seamus gel. Op het moment dat het een beetje op begint te raken, vind ik het leuk om het laatste beetje te gebruiken als masker. Dus dit is gewoon onze gel zoals jullie die ontvangen. Met ons label erop. Deze is een grote. Gewoon een kwastje, make-up kwastje gebruik ik. En we gaan masker opzetten. Seamus masker. Kijk even in de spiegel, dat ziet er makkelijker. Dan zie ik het beter. Ja. Overal kan die. Zoals jullie weten heeft Seamus zit boordevol vitamine en mineralen. 90 van de 102 welke ons lichaam dagelijks nodig heeft, die zitten in dit goedje. 90 van de 102 die we dagelijks nodig hebben. Dus er is geen enkele reden dat het Seamus is. Mag ik klikken? Want it's good for inside and outside. Mijn wenkbrauwen. Heel veel dode cellen onder je wenkbrauwen. Dus ook daar moet je altijd gewoon heel goed schoonmaken. Persoonlijk laat ik mijn masker ongeveer een uurtje zitten. Maar een half uur is ook voldoende hoor. Kijk, heb je geen tijd, dan is een half uur voldoende. Sommige mensen slapen er zelfs mee. Ik persoonlijk vind het niet fijn om met een masker te slapen, omdat ik vind dat ik niet meer kan bewegen. Dat ga je straks zien. Op het moment dat het masker gedroogd is, dan word je een soort van alien. Nu nog niet. Ik ben wel mooi aan het knoeien op mezelf, of niet? Kom op, Tanja. Dat gaat goed. Maar vooral dat plekje welke ik wil extra wil behandelen. Een dik laagje geven. En het is zo dun dat het ook niet lang duurt om te drogen. Dus als je het een half uurtje erop plaatst, is dat ruim zat. Normaal zou ik mijn nek ook verder doen. Maar omdat ik een tutorial met jullie aan het doen ben, hou ik het bij mijn gezicht en mijn nek. Oh, en mijn kin. In mijn nek zou ik normaal dit gedeelte ook gewoon doen. Want dat hoort gewoon bij onze décolleté voor de dames. Om een beetje maximaal te genieten van de masker. Oké, zo is die mooi. Deze gaat dan weer in de koelkast voor morgen. Het gaat lekker drogen. Zoals jullie zien is het gewoon een hele simpele dunne laag welke ik op mijn lichaam, op mijn gezicht gebracht heb. En ons masker is klaar. Even mijn handen wassen. Laten we het hebben over Seamus. 90 van de 102 mineralen welke ons lichaam dagelijks nodig heeft. Heel veel vitamine. Vitamine K, vitamine D, vitamine B, vitamine A. Het is antibacterieel. Dus dat betekent dat het gewoon alle bacteriën eruit houdt. Uit je lichaam houdt, uit je huid houdt. Je kan gel gebruiken als masker. We hebben de gel als de Seamus zeep. Even kijken waar mijn Seamus zeep is. Die is weer hier. Dit is mijn wat over is van mijn Seamus zeep. Ook dagelijks te gebruiken, Seamus zeep. Maar vandaag hebben we het over onze masker.
Dus ik ga hem eventjes een uurtje laten drogen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Tot ziens. We zijn een uur verder en zoals je ziet is het helemaal opgedroogd. Mijn masker. Zie je dat? Dus we gaan hem nu afspoelen. Ik gebruik weer lekker wat warm water. Koud water op mijn gezicht is niet zo lekker. En wat ik dan ga doen is, ik ga wat warm water eraan toevoegen. En voordat ik het helemaal ervan afspoel, laat ik nog een restje erop en ga ik het eerst masseren. Dus afspoelen. Er is nog een restje erop. Dat ruggen ga ik even masseren en inwerken zoals ik dat met mijn tea tree cleanser gedaan heb. Hiermee geef ik mijn lichaam nog, mijn gezicht nog eventjes wat extra inwerking van de sabels. Dat hoeft niet al te lang. Ik ga hem weer verder afspoelen. Even nat. Wordt lekker nat. Dan gaan we ons gezicht afdrogen. Voor de tweede keer vergeten mee te nemen naar de badkamer. Maar dat geeft niks. Deppen. Dus zoals je ziet, voelt heel zacht aan, heel erg. Zacht voelt het aan. Stap nummer 3. Dit is ons avondritme. Dus de tea tree cleanser was nummer 1. En we gaan nu onze toner gebruiken. Ook van de toner heb je niet al te veel nodig. Onze SKN toner. Je voelt gewoon hoe je huid het opneemt. De Sea Mineralized Toner. Ik noem het kuppen. Ik weet niet of het kuppen heet. Ik hou mijn hand als een kupje, kap. En dan press ik het in mijn huid. De toner dan, hè. Je nek niet vergeten. Altijd heel belangrijk, ook voor donkere mensen. Heel veel donkere mensen denken, oh, ik heb gewoon genoeg pigment. Ik heb geen zonnebrand nodig. Oh, jawel hoor, ook jij hebt zonnebrand nodig, dagelijks. En ik gebruik de zonnebrand van Play. Die heeft 4 plusjes. Uitstekend. Elke ochtend, elke avond. Zonnebrand, want... Je gebruikt je telefoon. Je telefoon geeft schade op straat, de zon. Ook onze donkere huid heeft zonnebrand nodig. Ook die zonnebrand press ik erin of kap ik erin. Zoals jullie zien. We zijn bijna klaar met onze zeemansmasker. Alles wat over is, doe ik lekker over mijn lichaam heen. Heerlijk. We gaan naar de volgende stap. Dat is de laatste stap van onze avondritme. De SKN Moisturizer. A little bit goes a long way. En die press ik ook in.
Kijk eens naar die glans die je krijgt. Semos hydrateert onze huid. Het hydrateert onze huid. Het kalmeert onze huid. Het werkt antibacterieel, antiviraal. En die 92 mineralen en die vitamine die in onze semos zitten, ja, zijn gewoon nodig voor iedereen. Jongens, elke avond een semosmasker. Als mijn semos op begint te raken, gebruik ik dat minimaal 1 keer in de maand. Want mijn semos gaat ongeveer 2 tot 3 weken mee. Minimaal 1 keer in de maand neem ik het laatste restantje. En ik gebruik hem gedurende, ik denk een week ongeveer. Dus sowieso 1 keer per maand gebruik ik een hele week lang onze semos gel als masker voor mijn gezicht. En zoals jullie zien, ziet het er goed uit. Jongens, dank jullie wel voor het kijken. Alle producten waar we het vanavond over gehad hebben zijn te vinden op www.eliekheld.com. Onder de categorie Semos vind je de Semos Gel Large en Small. Onder de categorie Skincare vind je de SKN producten, de Tea Tree Cleanser. We hebben de Sea Mineralized Toner van SKN. Kijk, dit is hoe het label eruit hoort te zien. Bij mij is die een beetje verdwenen. Maar dat gebeurt als je je spullen gebruikt, dus dat is mooi. En als laatste de Moisturizer, de Surge Cream, het Moisturizer. Jongens, ik hoop dat jullie het van genoten hebben van deze informatie en deze tutorial. Laten we het de volgende keer nog een keertje doen samen met z'n tweeën. You and me, me and you. Jongens, dat was het. Ik wens jullie een hele fijne avond. En niet vergeten, I love, 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 love you. Bye bye now. Bedankt voor het kijken. Like, share, comment. Thumbs up.